super, super trots op deze jongens. Echt, en dit is iets wat ik zelf nooit meer zal vergeten. We zitten bij de beste vier van de wereld. Ja, dit ontneemt niemand ons meer. Gewoon op de vierde plek gaan, dat is gewoon goed. Geen team in Nederland heeft vierde plek gehad. Het zijn allemaal jongens die elkaar al lang kennen. En dat zagen we wel ook terug in het veld. Dat ze echt voor elkaar door het vuur gingen. Echt met z'n allen ervoor gingen. En daardoor zijn we ook zo ver gekomen. Ons jaar kan nu een stuk. Vermeer Park is gewoon echt de beste playground tot nu toe van de wereld. Want alle andere teams zaten waar geen playground. Het zijn al gewoon teams zoals Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Waar we tegen hebben gespeeld. Dus ja, dat is gewoon geweldig gevoel. Toen Sanko die goal scoorde tegen Australië. John gooide die bal binnen. Sanko nam de bal aan, toen sleepte hij die bal en toen liep hij op en toen schoot hij in de kruising. En die goal staat op de top 10, staat in de top 10, de tweede mooiste goal van het toernooi. Het is gewoon echt een WK, de jongens voelen gewoon dat ze echt gewoon professionals zijn. Alles wordt van ze geregeld, trainingspakjes, kleding, tenuutjes. Dus ja, het is echt gewoon wat er omheen gebeurt, het is gewoon geweldig. Je voelt je echt op een WK gewoon. Bij het toernooi moet je echt houden aan fair play, ook als je misgaat in de wedstrijd, gewoon sportief blijven tegen elkaar, niet uitschakelen als heet. Ik denk dat het een eye-opener is voor alle jongens. Dus, hè, wat ik net al vertelde, die ambiance, de professionaliteit, het voetbal, ze zien allemaal jongens voetballen. Ik denk dat ze spelen gewoon tegen de beste voetballers in hun categorie. Dus ik denk dat ze daardoor allemaal zouden groeien en vooral die drijf nog meer zouden willen hebben om door te gaan in het voetbal. Dus ja, ik denk dat het grootste is wat ze ervan hebben geleerd en wat ze meenemen voor alles in de verdere toekomst van de jongens. Ja!